wilt u me helpen bij de volgende routine. En ik dacht, u bent wethouder van veiligheid. Dus laat ik de volgende dingen meenemen. Ik dacht eens even kijken hoe het hier met de veiligheidsspijkenis gesteld is. Wat we dadelijk gaan doen, ik zal met deze voorwerpen gaan jongleren. Dan heb ik dit matje voor u meegenomen, dat daar ook niet een stukje appel hoeft te liggen. Wat we dadelijk gaan doen, dat u mag daar op uw rug op dit matje gaan liggen. Dan ga ik met drie voorwerpen jongleren. Dan gaat iedereen klappen. En dan bent u morgen de held van het kantoor. Ja. Ik dacht, ik neem het meest luxe matras mee wat ik kan vinden. Nee, mij niet, zo'n vrouw ook in. Okay, ik dacht, ik geef het toch nog een mogelijkheid. Ik geef jullie een keuze. Jullie weten wat de truc is. Jongleren met drie voorwerpen. Ik geef jullie de keuze. Ik bedoel, als het fout gaat, dan zit er iets goed fout met de veiligheid en spijker. Dus ik geef jullie de keuze. Ik kan hem ook natuurlijk uitvoeren met deze jongleerkegels. We houden het democratisch. We houden het democratisch. We gaan met z'n allen klappen. De mensen die deze truc uitgevoerd willen zien, met deze vlijmscherpe jongleerkegels, die mogen nu klappen. Hij heeft wel veel aanhang hier. Ik hoop dat ik bij de volgende verkiezingen iets beter zit. Oké, ja. Nou, dan geven we de tweede optie. Dat is met deze jongleermessen. De mensen die het uitgevoerd willen zien met deze jongleermessen, die mogen nu klappen. Meneer Meijners, hebt u een beetje mental support nodig? Nou, ik wel. Ik bedoel, het gaat niet altijd goed. Meneer Meijners, misschien kunt u voor de eigen veiligheid allereerst even zo gaan liggen. Dat allereerst. En misschien willen jullie, meneer Meijners, willen jullie helpen met een trage klap te starten op dit tempo. Dat is, dan weet ik in welk ritme ik moet gooien. Er is een grote kans dat ik overleef. Misschien willen jullie helpen?